Goed, starten van het model met een basispositie voor de camera. Dat is vooraf te bepalen waar het overzicht op staat. Op het moment dat je een camera plaatst, zal de applicatie naar de camera toe lopen. Dan zien we hier bijvoorbeeld de ingangpartij. Met de camera kun je draaien en bewegen. Tellen heeft geen zin, want het verandert alleen de positie. Het zit niet in de programmatuur op dit moment. Op een gebouw staan met de lens betekent automatisch een beetje naar beneden kijken, omdat je dan tenminste beeld hebt. Dit is beïnvloedbaar. Ja? Ik ga mijn hier figuur neerzetten. Ben je ingezoomd op een gebied? Op de plattegrond, en wil je het wat dichterbij bekijken, dan pak je dus een van de tags en die leg je op de zoombutton. Of nog meer. En dan kan je dus op de plattegrond beter manoeuvreren. En wat nauwkeuriger in steekjes kijken. En de beweging is ook wat vloeiender daardoor. Volgen de auto even. Er zijn een soort animaties mogelijk die beweging geven. Als je dit nou gedaan hebt en je bent op de plattegrond bezig en je zou dus uit positie zijn gekomen, je ziet het model is nu van de plattegrond een beetje weg, dan kun je de camera omkeren. Nou, daar is hij. Daar staat het natuurlijk op. Hè. Dan kun je hem weer in positie brengen. Verschillende type blokjes. Oh, ja. Camera. Pan tool. Dus pannen is schuiven. En het model plaatst mee. Camera is positioneren op het plattegrond. En op het verticale scherm zie je wat de camera ziet. Staat de camera op een woning, dan kijk je vanaf het dak. De I voor informatie over een gebouw. Dit zijn drie identieke tags, noemen we dat. Daar kan je een menubalk mee bedienen. En op de menubalk ben je vrij om daar functies achter te zetten, zoals inzoomen, uitzoomen, een ander menu displayen met daarop weer keuzebuttons. Dus dit zijn eigenlijk keuzebuttons. Dat is dat. Een beeld brengen van de visie over het ontwikkelen van de campus in de tijd door een nieuw menu te introduceren waarbij bovenin hier linksboven een tijdbalk is. Het leggen van een blokje op de tijdbalk geeft dus de status in waarin het plan zich dan bevindt. Op dit moment de rode gebouwen zijn gebouwen die behandeld moeten worden. Fase verder, dan zie je dat de gebouwen verdwijnen, bijvoorbeeld door het transparant worden of weghalen ervan. Geel gebouw is in behandeling. Blauwe gebouwen behoren niet tot de campus. Groene gebouwen zijn klaar. Volgende tijdvak. Laatste tijdvak. En je ziet dus met name hier dat in het begin er sprake is van iets wat behandeld moet worden. In de volgende fase is het verdwenen. En een fase daar, twee fases later, komt er iets voor in de plaats. Omdraaien. Ja. Ander gebouw. Nu is het weg. Rehaal. Ja. Hoofdgebouw.
informatieblokje. Ja.